was verbaasd over de kleur. Met name toen we aankwamen bij op het land. Hè. Gewoon echt dat je die paarse gloed zo ziet. Yeah. Toen we zo door konden snijden, vond ik het echt subliem dat het tot in het hart echt paars was. En paars en wit. Dus zoals ik een rode kool doorsnijd. Ik ben Eelke van Putten, ik ben spruitjesteler bij Van Nature en wij zijn vandaag met de paarse spruitjesoogst bezig en laten zien hoe dat in zijn werk gaat. We zijn eerst begonnen met een hapje en een drankje. We hebben binnen rondgekeken hoe wij spruitjes verwerken en hoe dat in zijn werk gaat. En nu zijn we buiten in het veld spruitjes aan het oogsten en we hebben gezien hoe de oogstmachine in zijn werk gaat. En zo meteen gaan we spruitjes proeven, het resultaat van al die inspanning. Deze spruitjes zijn heerlijk knapperig, ook een beetje zoetig, een beetje notig. Maar ik kan me voorstellen dat dit ook wel heel mooi op je tafel staat, deze kleur. En dan een lekkere kastanje erbij. Ik zie het wel zitten. Maar het is leuk om te doen. Je hebt toch meer ervaring van oogproduct, komt taart, groeit taart, groeit zo, ozonstam. En nou, eigenlijk heel leuk. En nu zitten we in een leuk tentje waar we het gezellig allerlei hapjes proeven met die paarse spruit. Dus een liqueurtje en wat puree, wat misschien nog wel wat meer bekend is. Maar ook als een soort amuse hebben we hem al geproefd. Dus we zijn nu in afwachting van het dessert. Paarse groen. Doe mij maar paars. Groen of paars? Paars ook. Ja? Ja. Groene spruiten of paarse spruiten? Ga toch voor de paarse.